Dan natuurlijk de kwestie, keren wij terug tot de 5 Messiassen? Even een slokje nemen. Nou, even voor duidelijkheid, je bent een beetje verkouden. Dat speciale wijwater wat we hiervoor ingekocht hebben. Heerlijk. Het is niet zo dat je hebt, op de verkiezingsavond van de PvdA GroenLinks hebt staan schreeuwen, waardoor je stem dus met is verkoudheid. Hè? Nee, dat is het niet. Het is verkoudheid. Ja. Wellicht opgelopen omdat ik hier, ik stem hier om de hoek in de school. Ja, de computer was kapot. De computer was kapot? Ja, zeker. Maar je stemt toch met het potlood? We hebben met z'n allen tot tegen de 9:30 hebben we buiten gestaan. Ik heb 3 kwartier gewacht voordat ik mijn stem kon uitbrengen. Maar omdat het waarmerken van de paspoorten, dat moest een computer via een computer, maar die computer die deed het niet. Dus ja, dat ging allemaal bar lang duren, dat begrijp je wel. Ja, kennelijk had de gemeente niet de moeite genomen eens even te kijken of het systeem eigenlijk wel werkte, ja of nee. Bovendien kun je ook... Ik suggereerde nog aan die meneer van die commissie die daar zit van joh, dan doe je toch een tijdje, hè, je ziet het even door de vingers. Want hij vertelde zelf, je had al meerdere malen hier gezeten in zo'n kiescommissie of hoe dat mogen heten. En dat hij nog nooit van zijn hele leven op deze locatie een vals paspoort was tegengekomen. Een beetje flauwekul gewoon, hè. Je gaat dan nou met een vals paspoort. Ik heb dat niet gezien op tv-markt. Nee. Ik vond, jij kon snel stemmen. Ja, dus keek gewoon naar het paspoort en huppakee, je kon doorlopen. Geen computer kwam er aan de pas. Misschien dachten ze daarvan, we hoeven het toch eigenlijk niet te controleren. Bij iedereen. Want er stond trouwens wel een rij hoor, het was wel druk. Man, er stond hier een rij. Eerst was ik gaan kijken. En al in de middag, aan het begin van de middag, stond er al een rij tot op halverwege het schoolplein. Dus ze hebben het aantal stemkantoren naar beneden gebracht. Oh, dat ook nog. Waarom in godsnaam? Hè? Was ik nog even vergeten. Wat is nou een flauwekul? Goed, dit tussen haakjes. Zal ook wel weer bezuiniging zijn geweest, of te weinig vrijwilligers. Dat zou ook. Dat is een mogelijkheid. Betaal ze beter dan. Zou je zien, dan krijg je een heel stuk meer vrijwilligers. Hè? Schiphol bleken alle problemen oplosbaar te zijn. Als je gewoon die mensen wat beter betaalde. Veiligheidspersoneel en de kofferafhandelaars. Maar ja, daar hadden ze geen zin in. Het waren langlopende contracten. Dus hadden ze veel liever dat er een rij van 600 meter buiten stond. Je kon altijd een tentje huren waar ze in kunnen staan. Dit tussen haakjes. Ja, dit tussen ook een ander typisch managementfalen, toch? Anders kan ik het niet noemen. En toen dacht ik, nou, er staat nu al een rij halverwege. Weet je wat, ik ga vanavond even stemmen. Dus ik ging s'avonds kijken. De rij was 2 keer zo lang geworden. Ik denk, nou ja, als ik nou maar wat langer wacht. Kijk, ik wacht tot 9:30. Want dan is de loop eruit en dan beseft iedereen, het is zo klaar. Toen was de rij nog eens een keer 2 keer zo lang geworden. Die stond tot ver in de Saenredamstraat. Toen ben je wel blijven staan natuurlijk. Ja, ik wou wel. Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik even speelde met de gedachte, ze kunnen me ook echt een pot op. Dat ik daar ook nog nu toch om 8:30 nog eens een keer 3 kwartier moet gaan staan. Je werd wel goed op de hoogte gehouden van de verwerkingstijden en zo. Dus ja, ik stond om 8:30 en ik dacht dat ik om 9:19 gestemd heb. Ja, ook daar weer denk je, zelfs dit kunnen ze niet meer, hè? De Nederlandse overheid. Wat altijd, ik heb hier 45 jaar gestemd hier in die school. Ik heb nooit een probleem gehad. En we zitten in 2023 en het lijkt God beter het wel of ik in Ohio moet stemmen. Waar je de hele dag in de zon staat. Ja. Nu snap ik ook waarom die uitslagen zo laat binnen waren. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Want bleek dat deze problemen... Ik geloof ook in Rotterdam en Den Haag zijn voordelen. Ja, maar het gaat om 9:00 officieel dicht, maar ze wachten dus wel de rij af. Dus als je nog in de rij staat, mag je nog stemmen. Dan hebben ze het hek afgesloten om 9:00. Maar toen stonden er op het plein, op het moment dat het hek werd afgesloten, op het plein nog van die Efteling rijen, weet je wel, met van die lussen. Ja, zo'n zigzag. Ja, zo'n zigzaglijn. Ja, dus wie weet heb ik daar... Ik zei nog, als ik hier een longontsteking oploop, dan krijgen jullie de rekening. Nou, het is vrij fataal. Het kan fataal zijn, hè, op jouw leeftijd. Zeker op mijn leeftijd. Dan laten ze ook gaan, hè. Want het is een zachte dood naar het schijnt, de longontsteking.